Hallo allemaal en goedemorgen. Het is zondag 29 december, heel erg vroeg. En ik ga proberen om vandaag een zo'n year in review te doen. Weet je wel, wat waren de belangrijkste of meest treurige of meest gênante gebeurtenissen van 2019? Maar ik heb wat leuke dingen bedacht. Als het me lukt, maak ik er vandaag een video van. Mijn naam is Vidioot. En ik ben nog een beetje wakker aan het worden. En ik ben een diehard fan van deze mevrouw. Sinterklaas schrikken. Ze liet Sinterklaas helemaal niet schrikken. Burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Ik vind dit een fantastische foto. Hier zit ze in de gemeenteraad. Ze kijkt die apen in de stopera aan en ze zegt: ik begrijp er helemaal niks meer van. Wij ook niet. Wij ook niet. Maar dit, dat gezicht, dat is wanhoop. Dat is wat er gebeurt als je te maken krijgt met de apen in de stopera. Zij heeft een kutbaan, jongen. Och, vreselijk. Maar ik vind het fantastisch. Ik ben helemaal dol op Femke. Ik ga verder met mijn Winter Wonderland reviews. Ik ben van mening dat iedere film waar voldoende sneeuw in zit, dat is een kerstfilm. En vandaag is dat Sugar Mountain. We gaan even het verhaaltje lezen. Two brothers, down on their luck, fake a disappearance in the Alaskan wilderness. So they have a great survival story to tell. But the hoax turns out to be more real than they planned. Ja. Dit is opnieuw een film die zich afspeelt ergens in the middle of nowhere. In een klein slaperig stadje in Alaska. En dit stadje heet Sugar Mountain. En het is genoemd naar een hele grote berg vol witte poedersneeuw die daar vlak naast ligt. Het is omgeven door sneeuw en wildernis. En wij volgen de belevingen van een aantal mensen in dat slaperige stadje. De drie hoofdpersonen zijn inderdaad twee broers. Maar er zit ook nog een mevrouw bij. Dat is de mevrouw die we hier zien. Even kijken of we dat hier beter kunnen zien. Ik heb hier wat foto's. Deze mevrouw. Zij is het vriendinnetje van deze meneer. Dit is de oudste broer. Kijken of we de jongste broer kunnen zien. Dit is de jongste broer. En het is een fantastisch goede film. Fantastisch goede film. Een beetje een langzame thriller. Er zit wel wat actie in, maar heel weinig. En wat gebeurt er allemaal? Nou, we zien die drie kids. Misschien kunnen we ze hier zien. Deze meneer. Deze meneer. Deze meneer. Hij speelt de hoofdrol. Nee, niet deze meneer. Waar is hij? Ik moet hem er toch zo uit kunnen rukken. Dit is Liam. Dit is de oudste broer. Nee, dit is de jongste broer. Oké, hij speelt de hoofdrol. Dit is Liam, hij is de jongste broer. Even kijken of ik die andere kan vinden. Miles West, dit is de oudere broer. Ja, en hij heeft dan dat vriendinnetje. En we volgen die drie en ze hebben een gesprek over de film 127 Minutes. Wacht even. Movie. Ja, 127 Hours, sorry. Dat is een film en het gaat over een vent. Ik vond het een hele saaie film, maar het is echt gebeurd. Die vent die gaat bergklimmen en zijn hand komt vast te zitten tussen de rotsen. En na heel lang vastzitten, 127 uur, besluit hij van ja, ik heb geen keus. Ik zaag mijn hand af. Ja. En zij hebben het daarover met z'n allen. En ze zeggen eigenlijk vrijwel meteen aan het begin van die film tegen elkaar van hé, hey, weet je, dat heb je heel goed gedaan.
Want hij heeft daarna zijn verhaal verkocht. En hij is stinkend rijk geworden. En ze mopperen zo'n beetje tegen elkaar van... ja, daar moet ze wel zijn hand afzagen. En wij zouden dat ook moeten kunnen doen. En ze zijn dan een beetje aan het mopperen over een ongeluk. Wat zij hebben meegemaakt. Waarbij iemand zijn vinger verloor. En toen die persoon die heeft een schadevergoeding gehad, et cetera. Waardoor zij financiële problemen kreeg. Ze moesten dingen anders financieren. Weet ik veel. Hun winkel, hun weet ik veel. Die twee broers. En zo begint het een beetje. Weet je, wij zouden dat ook kunnen doen. Wat we kunnen doen is, we doen net alsof je een van ons verdwaalt. In de wildernis. En als hij dan weer gevonden wordt. Helemaal uitgehongerd. En helemaal dehydrated en weet ik veel. En dan verkopen we dat verhaal aan de media. En dan worden we hartstikke rijk. En het praten gaat zo'n beetje door. En oké, dat gaan we doen. En ze doen dat vrij goed. Dus ze faken een soort ruzie, die twee broers. In de bar, waar iedereen bij is. Iedereen kent elkaar in dat kleine slaperige dorpje. En ze faken hun ruzie alsof ze ruzie hebben om dat meisje. Om dat meisje. Jij verdient het niet. En de volgende dag gaan die twee broers dan hiken. He, ze zijn gewoon ervaren natuurlijk. Ze zijn daar opgegroeid en die gaan dan de bergen in. Het is mooi weer. Met rugzakken en touw. En dan stoppen ze ergens onderweg. En dan zegt die ene broer, jij moet mij hier slaan. En die andere broer, dat gebeurt en jij slaat mij hier, zodat ze alle twee verwondingen hebben. En dan lopen ze alle twee andere kanten op. En die ene, die jongen, hij is degene die het gaat melden in het dorpje. En zijn oudere broer is degene die, ze hebben afgesproken dat hij naar een soort grot gaat lopen. En in die grot, dan gaat hij gewoon 10 dagen zitten. He, als je na 10 dagen niet gevonden bent, nou, dan gaan ze ervan uit dat je hartstikke dood bent of na een week of zoiets. En dan ben je hartstikke dood. Niemand overleeft daar. En dan kom jij de dag daarna tevoorschijn. En worden we allemaal stinkend rijk, want we verkopen dat verhaal. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hij komt inderdaad gewond terug. Het stadje, wat een ruzie om dat meisje. Ik dacht, we gaan hiken en we leggen het bij. En dat ging helemaal mis. En dat hele stadje natuurlijk in rep en roer. En ze gaan op zoek. Dus je krijgt een echte zoektocht met mensen in gele hesjes en mensen in oranje hesjes. Die door de bossen gaan baggeren op zoek naar hem, op zoek naar zijn broer. En hij en dat vriendinnetje van die broer, ja, die kijken het een beetje aan. En ze voelen zich toch wel een beetje schuldig. Ze voelen zich toch wel een beetje schuldig, weet je. Van, we kennen al die mensen. Maar goed, we zetten door. We zetten door. We gaan geld verdienen. Dan komt de sheriff. De sheriff is de vader van het vriendinnetje van de oudste broer. En wij leren dat die sheriff eigenlijk ook een beetje hun vader is. Hij heeft die twee jongens min of meer grootgebracht, omdat ze geen vader hadden. Dus ze kennen elkaar allemaal echt al vanaf hele jonge kinderen. Daar komen we achter. En die sheriff die waarschuwt die jongste broer. En die zegt, ja, sorry. Maar ik denk dat jouw broer gewoon ergens in een hotel zit. Ik denk dat het nep is. Want hij had allemaal gokschulden. En die jongste broer die weet dat niet. Sheriff gaat weg. Hij vraagt aan zijn vriendinnetje, is dat zo? Had hij schulden? Ja, zegt het meisje, maar dat maakt toch niks uit? Hij wordt er heel moe van. Hij wordt er heel moe van. En hij begint steeds minder zin te krijgen in dit hele plan. Dan krijgen ze ook nog eens te maken met deze meneer, Jason Momoa. Hij speelt een soort geflipte dronkenlap crimineel. En die broer die heeft schulden bij hem. Dus hij gaat dat jonge broertje intimideren, betalen wat anders. En dingen worden langzaam steeds slechter. Het jongere broertje trekt het niet meer. En bekent uiteindelijk bij de sheriff. En zegt, sorry, het is allemaal een hoax. Het spijt me heel erg. We dachten het verhaal te verkopen en even geld gaan verdienen. Sorry.
Hij zit daar en daar in die grot en we hebben afgesproken dat hij zo en zo laat op de achtste dag tevoorschijn komt. Nou, die sheriff die moet hem daar dan voor opsluiten. Kind wordt opgesloten. En die broer die komt vervolgens niet tevoorschijn. Waarom niet? Nou, die broer die heeft een echt ongeluk gehad. Die is van een stuk berg afgevallen, heeft zijn arm gebroken. Is ook nog eens helemaal de verkeerde kant opgelopen. En die is aan het uitdrogen en inderdaad aan het dehydraten en doodziek aan het worden. Dus hij, nou weet ik veel, 11 dagen, iets in die richting, wordt hij dan toch gevonden. En dan is hij er echt heel slecht aan toe. En ligt hij in een ziekenhuis. En iedereen is dan natuurlijk, de sheriff en zijn vrouw, zijn goed boos op deze twee. En deze twee gaan naar het ziekenhuis en eigenlijk zijn zij zo van, nou oké, we hebben mazzel. Ik bedoel, ja, kut voor jou dat je arm gebroken is en dat je niet lekker voelt. Maar nu is het plotseling geen hoax meer. Nu is het een echt verhaal geworden en wij kunnen heel veel geld verdienen. En die oude broer die zegt, nee, sorry, dat doe ik niet mee. Ik heb mijn les geleerd daar in de wildernis. Ik heb gokschulden, ik loop te liegen tegen alles en iedereen. Ik ga mijn leven beteren. Ik had hartstikke dood kunnen zijn. Ik doe er niet meer mee. Ik ga gewoon de waarheid vertellen en ik accepteer gewoon mijn straf. Want ik wil nooit meer zo liegen. Ik wil niet meer deze persoon zijn. Deze twee hartstikke boos. Dus ze gaan zelf contact zoeken met de media. En inderdaad, het wordt een bidding war. Weet je? Het enige wat hij hoeft te doen is één interview te geven. Godverdomme, geef gewoon het interview. Dan komt die boze crimineel. Die komt naar hun huis toe. Naar het huis van deze jongen en dit meisje. Om ze nog een beetje extra te bedreigen. Zorg dat je broer het interview geeft. Want ik wil geld zien. Anders ga ik nog meer gekke dingen doen. En ja, in de stress of in de angst krijgen die jongere broer en dat meisje, die hebben dan één avond hele wilde seks. En de sheriff die komt erachter en die is daar woest over. En ik had zoiets van, oké, hij is woest omdat dat zijn dochter is. En ze gaat nu met alle twee die broers. Hij vindt zijn dochter een, nou, ik wil niet zeggen slet, maar hij is niet heel blij met haar keuzes in mannen. Laten we het daarop houden. Dus die sheriff heel boos. Die broer komt uit het ziekenhuis. En meteen komt weer die geflipte crimineel aan. En die geflipte crimineel die zegt, nu dat interview geven, want anders sloop ik jou. En die broer die zegt, ja, dat kan niet meer. Wat ik heb meegemaakt daar in de wildernis, dat was zo erg. Dat was zo vreselijk. Er is helemaal niets wat jij mij kunt doen. Helemaal niets niet. En die crimineel die pakt een mes en die pakt zijn jongere broertje en zegt, als je niet dat interview doet, dan snij ik je broertje zijn strot door. En in een onbewaakt moment onderneemt die grotere broer actie en slaat die grote crimineel met zijn gips, bang, helemaal de grond in. En ze voelen dan zijn pols en oh shit, hij is dood. Dat vond ik erg ongeloofwaardig. Maar goed, weet je, zo'n grote sterke fan die voortdurend in vechtpartijen is, krijgt één klap met gips en is meteen dood. Nee, goed, hij is dan dood. En die jongere broer en dat meisje zeggen dan tegen die oudere broer, sorry, maar je had hem niet moeten slaan, het was nep. Sorry, wat? Het was nep. Ja, we hadden hem betaald. We hadden tegen hem gezegd, bedreig mij met een mes. Dan doet mijn broer dat interview wel. Weet je, nog meer verhaaltjes, nog meer liegen. Ja, allemaal boos. En besluiten ze met z'n drieën, we gaan dat lijk dumpen. We moeten wel, want we zitten erin tot aan onze nek. Dus ze rijden een tijdje over weggetjes. En dan komt de sheriff eraan. De sheriff achtervolgt ze. En uiteindelijk parkeren ze ergens. En die sheriff die richt dan zijn wapen op hun. Dat zien we hier. En die zegt, het spijt me, maar mijn dochter weg bij jullie. En ik ga jullie alle twee arresteren. En dan zegt die dochter, weet je waarom hij zo boos was? Nee, zegt die jongere broer. Zegt hij, hij had een affaire gehad met je moeder. En mijn vader is ook jouw vader. Dat was een beetje onverwacht. Dat was echt, wat? Dus zij zijn broer en zus. Of half broer en half zus. En ze hebben het met elkaar gedaan. En
Het is hele gubben allemaal. En dan eindigt het dan een beetje. Deze jongens schreeuwen. Iedereen is aan het liegen. Ik wil niks meer met jullie te maken hebben. Iedereen is aan het liegen. Het is echt groot drama. Daar op dat landweggetje. Met die twee geparkeerde jeeps. En je raadt het al. De grote boze crimineel is helemaal niet dood. Die komt uit het niets tevoorschijn. Die was gewoon bewusteloos. En die slaat die sheriff heel hard. Met iets heel hard. En die sheriff die is dan... dood. Dit keer wel echt, denken we dan. En hij begint dan die twee broers af te takelen. Hij raadt al, de dochter van de sheriff, die heeft natuurlijk ook leren schieten van de vader. Die pakt het wapen op. En die schiet de crimineel dood. En dan staan ze daar met z'n drieën, met twee lijken en die jeeps. Dat is hoe hun leuke verzinsels geëindigd zijn. Met een heel dorp vol bezorgde mensen. En twee onschuldige mensen dood. En dan komt de clue, dat meisje, die zegt dan heel kalm. Dit is wat we gaan vertellen. Mijn vader was een held. Hij heeft nooit een affaire gehad. Hij was trouw aan mijn moeder. En hij probeerde ons te redden van deze crimineel. Die jouw broer gegijzeld had in de wildernis. Op die manier klopt het verhaal. Fantastisch, want daar draait de hele film om. Het is de hele tijd liegen en verhalen verzinnen. Ik heb hier gebiologeerd naar zitten kijken. Er zitten bijna alleen maar bekende acteurs in. Maar het is echt een ensemble, dus ze hebben allemaal kleinere rollen. De landschappen zijn fantastisch, de muziek is fantastisch, het verhaal is fantastisch. Ik heb nu een gigantische spoiler, het is één grote spoiler nu geworden, want ik heb gewoon de hele film min of meer verteld. Maar dan nog is hij de moeite waard om te zien. Hij is echt superleuk, ik ga hem zeker vaker kijken. En boordevol sneeuw, mevrouw de burgemeester, menselijk drama in de sneeuw. U heeft kerstvakantie. U heeft een vreselijk jaar achter de rug. U bent zelf filmmaker. En ik weet dat u dol bent op meer aparte Amerikaanse series en films. Nou, dit is een kleine film die er gewoon tussendoor geglipt is. Deze film heeft nooit de aandacht gekregen die hij had moeten krijgen. En het is een fantastisch goede film. Sugar Mountain uit 2016. Ik zou die gaan kijken. Ja, dat is gewoon 2 uur lang plezier. Koptelefoon op. En even de boel. Nou, lieve mensen, dat was hem weer. Tot de volgende keer.